binnen, verder naar binnen. Verder naar binnen lopen, nog verder. Ja, kijk, dat voel je dat ik gewoon rechtdoor ga. En ja. Wat je dan kan doen is eigenlijk van het gas af. En ja. iets minder ver sturen dan. Dan krijgt hij weer de kans om zeg maar weer grip te pakken. Ja. Maar ga maar, kom op gas. Die was net ook al aan, in zo'n paarse auto. Ja, van die huurauto's. Hij mag niet naden nu. Nee. Een goed moment om even goed alvast uit te lijnen. En dan proberen we hem hier strak over de apex te krijgen. Zoals dus je eerder al deed. Insturen, nu al. Helemaal over de apex heen, juist. Gewoon echt zo. En dan wil je eigenlijk daar helemaal landen dan een beetje. Nee. En dan kan je hem vanaf daar weer een klein beetje wegtrekken, troversnelling. En dan doorzetten. Ja, vervelend is dit soms, dat hij dan weer op 60 gaat. Ja. Nou, spaart de auto weer. En ik heb een half uur, hè. Dat is ook waar. Nou, soms kan dit wel lang duren, hoor. Ja? Ja. Dat is allemaal vanwege die één auto die daar staat. Ja, volgens mij wel. Maar nu toch wel weer harder? Ja, maar dan gaan ze een berg in. Oh. Het grappige hoe je daar nu net instuurde en dan nog verder naar de bocht kijkt en dan weer het stuur daarop aanpast. Ja. Mooie auto achter ons. Ja, hè? Dat vind ik niks, man. Dure auto's om me heen. Nou, valt er wel mee, het is niet super duur. Ja? En nogmaals, dan moet je er niet op letten. Een auto is een auto. En of het nou zeg een Ferrari is of een Seat, ik ga er niet anders door rijden ofzo. Ja. Ik probeer het gewoon altijd niet te raken. En, maar goed, ja. Het komt van twee kanten. Kijk, als je zelf roekeloos bent, dan is het niet handig natuurlijk. Maar ja, je zit op een circuit. Het wordt gewoon hard gereden. Ja. Maar toch, weet je. Ik kan nog strakker langs de apex. Yeah. Ja. Hier wil je hem echt daar die apex ook heel even toucheren. Nee. Niet eroverheen, dat is kut. En kijk, nu heb je eigenlijk twee bochten. Want nu moet je nog scherper gaan sturen, denk ik. Oh, ja, ja. En dan heb je gevoel ingestuurd. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Hoe raar dat eigenlijk ook voelt, want je kwam al best wel vroeg zeg maar, met insturen, ja. Maar dat was nog steeds te vroeg. Ik was te vroeg met insturen. Ja. Ja, dan ga je er onder een te kleine hoek eigenlijk in en dan moet je dat daarna herstellen, toch? Ja, precies. Ja. En dat zijn bijna de allerduurste. De allerduurste zeg maar qua tijd. Ja. Ja, dit vind ik gewoon stom. Nou, hup, hup. Ik vind dit gewoon een gele vlag nog steeds. Waarom ja. Nou? Al die bakken vanaf, man. Ik vind het ook zo'n vreemd systeem, dat er nog steeds gewoon allemaal mensen staan met de vlakken, zeg maar. Ja. Je kon toch ook gewoon lampjes doen of een camera. Ja, maar volgens mij houden die mensen het dan ook in de gaten, hè? Ja, maar dat kan ook gewoon. Ja, kan ook wel met camera's natuurlijk, maar ergens. Ja, aan de andere kant, er moeten ook wel mensen zijn voor hulpverlening. Ja. Je werd te vroeg eigenlijk. Ja? Ja, want je hebt niet twee bochten weer. Ja. Je stuurde hem al helemaal, zeg maar, haaks erin en daarna moest je nog scherper, omdat het daar nog uit moet scherper. Ja, dit is wel een leuke, het is wel chill eigenlijk, nu dat ze de tijd hebben. Kijk, als je hier twee blokjes voor het einde past of zo, echt heel laat, en nu kan je hem in één keer inzetten. Dus dan stuur je, wacht even, hou hem vast. Hier zo, kijk. Nu kan je op het gas en dan kan je hem zo naar buiten, kan je hem zo naar buiten draaien. Ja, en dan weer terug. Ja, precies, en dan zet je hem weer hier terug. Hier rem je, terwijl je hem recht houdt, en dan zie je hem recht op de muur. Ja, precies. En dan nog strakker, nu naar binnen. Ja, precies. En dan kun je nu zeg maar, wow, kun je heel hoog klimmen. En dan wil je hem eigenlijk ook daar, niet over de apex, want het is kut. Ja, dat is goed. Ja, en wat er nu gaat gebeuren is dat er echt een hele lange, ellendige, lange rij aan auto's gaat inhalen. Want ja. Het is allemaal dichtgereden. Dicht maar nu nog dit hoor. Nee, dus ga maar gewoon. Jij bent gewoon zelf ook aan het rijden, hè? Dus ik moet even rekening met jou houden. Hier, derde versnelling. Zout is goed, zout is goed. Niet remmen. Gewoon rustig insturen. Later? Ja, nu. Rustig op het gas, rustig op het gas. Insturen betekent niet gelijk op het gas, hè? Ja. En sturen. Over de apex, over de apex. Ja, precies. Tweede versnelling. En sturen.
langzaam het allemaal gaat eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dat zijn petten ooit eens, joh. Ja. Ja, dat is een Starlet. Oh, een Starlet, ja. Ja, man. Oh, wat nice. Oké, later insturen, hè. Ja. Ja. Over de Apex, over de Apex. Ik pak hem aan de achterkant, heel goed. Ja, nu op vol gas. Te zoeken naar wat jij nu aan het doen bent. Jij hebt een goede lijn en hij zijn lijn om elkaar ruimte te geven. Het zon eigenlijk. Ja. Dat is hem. Oké, nu in het vuur. In één keer. Hou vast. En op gas. Op gas. Tweede. Nou, die Mazda is kut, hè? Erg mijn paardeloos van die auto. Ja, vol gas houden. Ik kun je gewoon vol gas houden. Vierde opstelling? Ja. Ja, we gaan erbij. Ik heb het gedaan. Dan geef je ruimte. Hou hem links. Hij gaat sneller remmen. Ja, derde opstelling. Zal ik dus ook doen. Ja. Goeie lijn. Nu is het op de gas. Rustig. Opbouwen. Oké, heel zachtjes remmen.
daar automatisch op zoek. Tweede versnelling, remmen. Aanpak. Ja, je hebt er veel tegelijkertijd van het stuur. Koppeling en het gas en de rem. Ja. Dat wist het niet meer. De tweede versnelling eigenlijk. Oh, tweede? Ja, nee, je moet eigenlijk wel van 2 naar 3 en dan gelijk weer terug naar 2. Straks op de apex? Op de apex. En gas. Gas. Gaat het voorbij zo. Je gaat deze allebei inhalen nu. Nee, gas. Hij geeft je. Oké, zal ik je zwemmen? Tweede versnelling. Rustig op de laan, rustig aan. Wat er nu gebeurt is dat één wiel dan maar heel hard aan het doen. Ja. De versnelling hier laat insturen. Gaat sturen. Oké, rechter. En naar binnen, nu naar binnen. Verder. Sorry, te goed. Ja, nice hè? Mooi hè? Oké, wachten met remmen, wachten. En nu. Harder. Tweede. Strakker. Rustig aan met gas. En nu. Pas. Heel strak langs de apex hier. Dampjes op de rem. Oké, genoeg. Echt gaaf. Perfect ouwe, dat was leuk hè? Ja, dat was zo funny bad. Oké, buiten aanzetten. Nu zachtjes beginnen met sturen, zachtjes sturen, steeds meer. De volle gas blijven, volle gas, 4 opzetten. Dit is 4, en nu insturen, hier. Hou hem hier. Dit is de lijn, ja precies. Oké, zag het op de rem? Deze 3. Rustig aan, ga daar. Oké, zachtjes. Hier, rustig aan, deze 3 al insturen. En gas. Naar buiten. Zachtjes remmen, is 2. Blijft er werken. Die was lastig hoor. Ja, blijft lastig. 2 is 3 en dan weer terug naar 2. Oké, helemaal naar binnen, helemaal de apex. Ik kan nu op het gas op de 4. Trek hem. Voel je dat? Is het dan weer recht wel? Ja. Lekker bezig, Blik. Ik wil eigenlijk al een versnelling hebben voordat je de bocht inzet. Ja, oké. Rustig. En op het gas. Heel rustig opbouwen. Steeds meer. Ja, werk met uit. Lekker man. Laat het sturen. Hoppa. Weet je nog toen ik je gisteren vertelde? Ja, we moeten hem nog een keer overwachten. Laat het sturen. Ja, dat was het. Ja, nu, we gaan op volgas. Oké, ik ga weer zeggen dat je moet remmen, ja? Ja. Oké, en remmen. Hard. Harder. Tweede. Oké, strak naar binnen nu, strak naar binnen. Ja, en steeds meer gas. Juist, ja. Oké, derde. Strak met de apex, hè. Ja. Rustig, tweede. Strak naar binnen, strakker, rustig aan. Deze baan.
ik zat even welke versnelling zeg ik ook alweer. Rustig. Tweede. Remt hij telkens te laat? Ja, ik weet het. Oh, tweede rest. Doodangst uit nu? Nee, helemaal niet. Niet? Nee. Want ik heb voor mezelf wel wat mee, maar als ik bij iemand anders in de auto zit... Nee, ik bedoel, kijk, die auto is heel vergeven. Ja, maar dat wel. Ik had een hele Porsche of zo aan het rijden, dan had ik wel wat verkeerde bank voor je. Dat heeft iets te veel gas of zo. Leuk dat gevoel, hè, dat gevoel remmen. Ja, man. Leuk, als ik vast zeg is het ook echt gelijk bam. Ja, ik kon hem gewoon buiten houden. Ja, oké. Okay. Tweede versnelling. Want eigenlijk wil je heel zachtjes die tweede apex daar buiten ook even raken. Met deze en dan kan je hier op het gas beginnen.
Want als je je wiel een beetje recht zet, die verkanting niet duwt aan de goede kant. Oh jammer, ik had het idee dat die wel op zich de lijn wel oké was. Ja, de lijn was goed. Dus strakker in het stuur leren. Op vierde. Hand vast, de hand vast. Geef gewoon vol vast. En hier weer over de dingen. Ik vind het ook niet erg als ik niet de perfecte lijn haal, hè? Ik heb hem. Why you refuse to listen? Ja, omdat het al best wel veel is. Wat? Zeg maar hoeveel je in één keer moet doen. Ja, dat is wel zo. Want als na een tijdje heel veel automatisch gaat, dan kun je op dat soort dingen focussen. Daar heb je helemaal gelijk. Maar nu vlieg ik al bijna uit de bocht als ik respect voor dit te voelen. Misschien moet het dikke jump. Okay. Ja, met schil. Ja, met schil. Ja. Oh, dat zou je zijn. Ja, ik dacht al van, hè? Het zit in heel raar te zeggen. Ja, ga maar door, geel is voor de anderen. Eigenlijk, je hebt niet hetzelfde bij deze als ik ook in het echt doe. Dat is een vroeg winstje daar. Nee, maar ik denk dat dit het einde is. Hoeft niet. Jawel, volgens mij wel. Zit op half uur al. Wat je dan? Omdat die tijd zie je bij start-finish. Het net was 28 minuten. Oh, jammer. Ga snel, hè? Wat niet? Hier, 16:30 staat het, toch? Ja. Dat is maar eens 5. 50. Rustig rijden opeens. Allemaal goed en wel, maar die auto is fucking goed, man. Ja, heel chill ding. Holy shit, ik had echt een paar keer dat ik echt half aan het glijden was, man. Ja, leuk, hè? Oh, ik vond het zo vet, maar als ik in jouw stoel had gezeten, had ik echt doodeng gevonden. Nee, joh. Niet? Nee, want stel we waren alsnog richting de muur gegaan of zo. Ja, je gaat ook maar met 60 of zo. En ja, je moet echt nog een stuk harder gaan en daarbij heb ik mijn helm op. Dat is een Duitse auto. Nee, het enige is alleen bij schijfvlak. Daar heb je genoeg snuit dat het echt een enge crash kan zijn. Yeah. Ja. En zeg maar die, weet je nog die Daihatsu die helemaal in elkaar gevouwen was? Yeah. Ja. Dat is echt zo'n auto die, hoe zeg je dat? Zeg maar dat is echt zo'n hele typische crash voor die bocht, zeg maar. Dan remmen ze erboven en dan breekt hij uit naar binnen eigenlijk. Lekker gereden, man. Oh, een paar mooie acties, lekker randje op de bocht. Ja, na een tijdje zat ik echt in te halen, hè. Maar ik zei het toch, nat regen is wel wat spannender ook, toch? Nou, dat weet ik niet, hoor. Nou, ik vind dat echt... Echt, die paar keer dat ik zo begon te zoeken, Jezus Christus. Ja. Zo'n duur autootje in de eerste. Ja. Hier, toch? Ja, ik... I'm very proud of you. Ja? Mooi. Oh, ja, dat was echt heel vet. Ja, de volgende keer ben je alleen nog maar beter. En dat gaat snel. Je wordt echt snel steeds beter en beter en beter. Ja, het relaxed, want uiteindelijk heb je inderdaad, dan heb je een soort van die eerste spanning of zo heb je dan al gehad. En dan kun je wat meer gaan letten inderdaad op racelijnen en rempunten. En gewoon het gevoel een beetje onderstuur opzoeken. Ja, ik had verwacht, zeg maar, ik was heel zenuwachtig van tevoren, maar ik dacht tijdens het racen ga ik het ook heel eng vinden. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. In een plekje? Ja, ik ga niet er zo omheen. Echt? En nu zit Martin alweer in die andere, toch? Ja. Ja, ik wil daar staan. Ja, hij staat. Als hij dan weggaat, zit je Martin er toe.
even, oké, ik vind het wel heel vet om even